Waar zit dit? Ja, dus gewoon op die manier? Ja. Zo wit als sneeuw. Ik ben Job van Gorkum. En ik ben Thomas Postema. En we zijn van muziektheatergroep Bot. En we zijn Bot samen met Geert en Doan. En zij maken muziekmachines. Ja. Of jij speelt hem. Of ik speel. En samen maken we voorstellingen. Of jij zingt en je houdt de microfoon bij het harmonium. Zo gaan we dat doen. Bot is ooit begonnen als een experiment tussen Job en mij, waarin we zichtbaar wilden maken waar geluid vandaan komt. Dus alles wat je hoort, moet je zien. Daar zijn we een beetje vanaf, maar waar het in de kern nog steeds om draait, is dat je moet een live beleving hebben van het geluid. Alles wat we met Bot doen, heeft ook altijd een risico in zich. Het kan altijd stuk, het kan altijd fout gaan en die spanning, die voelt iedereen. Is dit dan goed? Zo wit als sneeuw. We nemen dit liedje op en dit gaan we op de bandrecorder zetten nu. Dus in de computer gaan we het loopen. Gaan we het hier opzetten. En dan kunnen we tijdens de voorstelling daarmee spelen. Zo wit als sneeuw. Zo wit als sneeuw. Lek is nu een voorstelling die we aan het maken zijn. En die gaan we dus try-outen in Nijmegen, in Fasem. Een voorstelling over de dood, over vergankelijkheid. Zo'n thema past heel goed bij onze machines. Want die vallen ook uit elkaar. Machines die Geert en Doan maken, die zijn altijd roestig. En die zijn altijd gemaakt van oude spullen die eigenlijk al weggegooid waren, maar dan nog één keer tot leven komen. Iets begint pas een leven te krijgen op het moment dat het tekenen gaat vertonen van dat het een keer doodgaat. En die zoektocht naar alles wat al een kras heeft, eigenlijk, alles wat dus ook al een ziel heeft, dat is hetgeen waar we eigenlijk met Bot al heel lang mee bezig zijn. Zo, nu kan er echt iets misgaan. Ga je deze doen? Oké, hij kan aan? Ja. Hij doet het. Hij draait. Ik hoor ook wat. Speakers zijn aangesloten. Vier kanalen. En zijn het verschillende nu? Ja. Ik heb nu eerst die. Dat is deze. Dan kunnen ze wel even op de tafel zetten. Nou, het is deze. Dus wij gaan op een gegeven moment zelf zingen. Met dat is meer stemmig. En dan gaan die speakers terugzingen. En dan op een gegeven moment gaan alle 8 speakers. En dat wordt een geweldig moment. Maar dat moeten we nog wel maken. Wil jij de versterker uitzetten? Anders krijgen we zo direct uit. Een gek huis. Waar we altijd wel goed in zijn. En wat hier dan ook weer in zit, is wel ook van de dingen die kapot gaan. Dat daar de schoonheid in zit. Dus dat zit er ook voor een groot gedeelte in deze voorstelling. En we hebben een soort zin, hadden we in ons hoofd, van je kan pas echt leven of gelukkig zijn als je accepteert dat je sterfelijk bent. En je kan heel lang dingen wegpoetsen en daar niet mee bezig zijn. Maar juist op de momenten dat je merkt dat het sterfelijk is, dan, dat zijn ook de meest intense momenten. Bij het maken van een voorstelling hebben we allemaal losse ideetjes. En die zetten we allemaal op papiertjes. En nu halen we voor het eerst halen we ze er weer uit. En we zijn nieuwsgierig of ze erin zitten eigenlijk. Een onbedaarlijke huilbui, die zit er wel in. Groot opblaaskussen, tumor. Dat was ook een heel slecht idee. Hatsa. Een flappenwand, transparante muur zit er niet in. Als je weet dat het leven ophoudt, waar hou je je dan nog aan vast? Dat is voor ons ook een kern in die voorstelling Lek. Nou, misschien is het wel de overtuiging dat je er altijd nog wat van kan maken.